Mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 1. Het is eigenlijk 2, maar we spelen Rollercoaster Tycoon 1 maps. Misschien een beetje verwarrend, ik zie je na het intro. Oké, people, let's go to work. En het is echt een chaos in mijn park. Het is nog steeds druk, het is lekker druk. Mijn doel van het park is, en dan ga ik even spieken, we moeten op zijn minst 250 gasten halen aan het eind van oktober. Het is nu mei, juni, juli, augustus, september, oktober. We hebben nog 5 maanden de tijd om dus nog maar 12 mensen te lokken naar mijn park. Nou, dat gaat zeker lukken, want ik heb namelijk vorige keer in de aflevering een lening afgesloten. Een heel klein leningetje, want ik heb maar 2000 euro geleend. Maar het was natuurlijk vooral het jaar van de glijbaan van de achtbaan. Die heeft een hoop geld gekost. Daarom wil ik het spookhuis gaan plaatsen. En het spookhuis is natuurlijk wel een fantastische attractie. Ik zit even een mooie locatie te zoeken voor die attractie. Ik denk dat ik hem gewoon lekker in de hoek plaats hier. Ik vind het wel een leuk plekje. Zo. En dan maak ik een pad. En toch is de weer gekotst hier. Terwijl ik gewoon netjes prullenbakjes en... Weet je kan in de prullenbak kotsen, je kan op een bankje zitten en er staat een grote wc naast de achtbaan. Waarom was het zo moeilijk? Ik plaats een stukje ingang van het spookslot. Ik weet niet hoe eng het spookslot is, maar ik ga hem zeker weten wel een euro of 1,50 maken. En we doen hem in de Haunted House mode, dat is logisch, je doet hem in het spookhuis mode. Het zou een beetje raar zijn als je een spookhuis uiterlijk hebt en een carnaval festival look geeft. Van, oh, een leuke clown, weet je wel. En we kunnen zelfs een beetje een woeden en trace geven. Dat vind ik wel een beetje passen bij dat enge steltje van het spookhuis. Leuke muziek. Ik vind het fantastisch. Er ligt weer kots, mensen. Ik zie weer kots. Er is weer kots gespot. En hier, ik hoor weer iemand overgeven. Laat die nou precies diegene zijn die ik nodig had. En kijk, jongens, de achtbaan. Oké, merry-go-round is kapot. Ik ga die achtbaan, die zit helemaal vol met mensen. Dat is voldoende om dan de prijs omhoog te maken. En soms zie je mensen schrikken bij de ingang. Trouwens, wat hebben die rare namen? Mango Muncher, Ferry Wheel, noem het dan gewoon Reuzenzat. En noem het dan gewoon Schommelhip. Kijk, dat maakt het een beetje leuk. Gewoon leuke naampjes geven aan die attracties. De Merry-Go-Round. Waarom is die kapot? Wat is er aan de hand met deze Merry-Go-Round? Niemand weet het. Echt niemand weet het. En ik weet ook niet of het een conducteur of een... Oh, fixing. Hij zal het maken. Oké. Okay. Ik wil ook een security card inhuren. En nog één entertainer. Kijk, hij doet het al meteen. Ik heb zo perfecte staf. Dat wil je niet weten. Ik ga eens kijken. Wat kunnen we allemaal doen nog bij de financiële zaken? Dat moeten we ook een beetje bijhouden, hè? Ik doe minimaal funding, want het kost 100 per maand. Dat betaal je ook voor, hè? Voor het ontwikkelen van attracties. En daardoor is denk ik ook een beetje mijn geld achteruit gegaan. Excuus. Grote problemen voor het park. Gaan nog mensen in de achtbaan of in de spookhuis? Is een good value. Dan gaan we hem sowieso 20 cent duurder maken. Het achtbaantje zit helemaal vol met mensen. 1344 mensen per uur rekent hij. En we hebben het al gehaald, jongen. 300 mensen in het park. Ik zou heel graag hier nog een attractie willen bouwen. Ik denk dat ik op zich mijn geld wel eventjes kan opmaken. Bij wijze van spreken. Dus ik leen nog even een paar centjes. Ik weet dat een houten achtbaan te veel kost. Ik kan wel kijken wat je ongeveer betaalt. Maar ik denk dat het goedkoopste ongeveer rond de... 3000 ligt. Die zijn echt verschrikkelijk duur. Ik kan die niet betalen, mensen. Ik kan geen nieuwe achtbaan in het park brengen. Dat is een beetje zonde. Als ik water moet gaan aanbrengen voor boothuur, kost ook heel veel, want het land verhogen kost echt ontzettend veel geld. Wat ik dus wel kan bouwen is een rit in een karretje. En ik denk dat dat best wel leuk kan zijn als ik er zelf in bouw. Dus wat doe ik? Ik ga die gewoon hier bouwen. Een leuk stationnetje dadelijk. Ik maak hem niet te groot. Hij gaat gewoon een paar keer zo. Dan gaat hij zo. Ik maak geen scherpe bochten, want dat vind ik onrealistisch zelf. Zo, dan gaat hij daarheen. Dan kan hij nog een bochtje maken. Gewoon een heel makkelijke attractie wordt dit. Gewoon simpel zo. Zo.
Nou, dat heeft me nog heel weinig gekost, dit. Kun je nagaan, die attracties zijn helemaal niet duur. Maar de achtbanen zijn juist wel heel duur, dus daar moet je mee uitkijken. Sportcars, we kunnen racing trucks doen en pick-up trucks. Ik vind pick-up trucks vind ik wel ontzettend leuk. En je ziet ook dat je, als je meerdere keren op klikt, verandert ook de kleur ervan. Echt superleuk. We geven het een leuk rockstel thematisatieliedje. En ik maak hem wel 2 euro. Ik vind dat je best wel wat moet betalen voor die rit in een karretje. Zo heette het, hè, Nederland altijd. Rit in een karretje. Hier komt thematisatie, dus dat is niet slim als ik dat... Zo, ik maak hem gewoon even simpel. Ik ga hem openen. Ik ga eerst kijken hoeveel van die karretjes op de baan zijn. 16 is veel te veel. Ik gok iets van 9 ongeveer. Dat zal wel voldoende zijn, denk ik. Ja, 9 is wel goed. En ik wil het niet te hoog thematiseren. Ik zal er wel wat thematisatie aan plakken. Maar wat voor thematisatie? Even kijken wat we kunnen bouwen, hoor. Zo. Ik denk dat ik dit wel kan meenemen, mooi. Oké, ik maak een stationneke. Een mooi stationneke voor rit in een karretje. Ik maak het wel heel simpel, hoor. Ik ga het niet zo uitgebreid doen als in Rollercoaster 3. Dat ik heel lang aan een gebouw zit. Dat weten jullie inmiddels wel, dat ik echt heel graag dat doe. Maar niet altijd. Het gaat ook een beetje vervelen, hè, natuurlijk. En kijk, die achtbaan zie ik nou uit mijn ooghoek. Kijk hoe hard die loopt. Ongelooflijk. Dat is echt niet normaal. Ik ga hem daar maar weer even omhoog gooien met prijs. Even kijken hoor. Oh, die aan de verkeerde kant heb ik toch geplaatst. Moet wel goed plaatsen. Zo. En... Zo. Ik ga hier even wat aan. Ik ga een klein van... Zo'n schuin dakje ga ik maken. Dat ziet er wel leuk uit, denk ik. Het is wel echt een heel... saai gebouwtje, ik weet het. Excuusie voor mensen. Ik denk dat ik het er ook beter... Nou is het de taak om het er beter te laten uitzien dan nu. Dat gaat zeker lukken, let me op. Kijk, wat ik nou al net deed... Kijk, wat een verschil al, hè. Wat een verschil met dat torentje erbij. En het belangrijkste is natuurlijk de windows. En de windows maken wij in een... Is wel heel lelijk, hè. Die kleur is wel heel onrealistisch. Ik maak ze bruin. En dan zeggen we een raampje erin. En hier een raampje. En dan doe ik er hierboven nog eentje plaatsen, stiekem. Zo, dit ziet er al een stuk beter uit. Ook voor de achterkant. Kunnen we daar een raampje plaatsen? Absoluut. En daar nog één. En ik heb een nieuwe attractie. De Looping Rollercoaster. Kijk, dat zijn nog eens attracties. En heel de rit in de karretje staat vol. Ik ga... Dit willen mensen. Dit is gewoon... En de achtbaan ook. Helemaal vol. Ik ga hem iets duurder maken. Kijk, en zo run je je park goed. Alles in de gaten houden. Het reuzenrad. Wordt ook goed bekeken. Reuzenzat. 1,60. Draaien. Kan ook wel 10 cent duurder, denk ik. En deze, dat is echt een drama. De merry-go-round. Niemand wil erin. Wat zeggen de mensen erover? Toch was heel goed en is goedkoop. Oké. Dan had je toch al verwacht dat ze er sneller in gingen. Het spookhuis wordt aardig bezocht. Niet dat ik zeg van wauw. En dan gaat opstarten bij Wait for Full Load. Any Load. Zo. Het is dus een show die je krijgt binnen in een loopspookhuis. Het is ook gaaf om eigen karretjes te maken. Ik ga nog thematisatie doen trouwens hier zo. Dat vind ik wel leuk. Dus je komt hier, kom je langs een tentje, weet ik veel. Leuk tentje, ook de kleuren zijn echt zo somber als wat. Ik zal snel... Ik moet trouwens juni, het is nog maar juni, hè? Het gaat echt langzaam, maar dat is positief. Ik maak hier een klein fonteintje. Hoe ga ik dat doen? Ik ga wat land verlagen. Zo. En hier. Zo, het kost echt heel veel. Kijk maar, de honderdjes vliegen om je oren. Dat is altijd zo bij het land verlagen. Het is niet anders. Ik kan hem heel mooi verlagen, het land. Kost heel veel tijd. Oh, shit! Mijn decor gaat weg! Nou, ik moet nou wel afmaken,
Zo. En zo verlaag je het land stukje bij beetje met het schepje. Je hebt het schepje en daarmee kan je dus delen naar beneden halen. Daarom is die al iets te ver. Zo, het is echt geprietel hoor. Dit is echt geprietel. Geprietel, gebruttel. In de rollercoaster tycoon. En we gaan het water pakken en dan ga ik het vullen met water. Logisch, anders zou ik het water niet pakken. Je zou dit kunnen doen. Maar je zou hem ook één laag kunnen doen. En ik denk dat dat nog beter is. Zo. En dan plaatsen we dus... Oh, nog een klein randje vullen. Oh, verkeerd. Dan zit daar iets verkeerd. Zie je het? Hier, dit stukje zit niet goed. Zo, hoppakee. En wat ik dan doe is... Ik pak het fonteintje. Ik pak een fontein. Dat ziet er ook niet uit. En die plaats gewoon heel lief in het midden van... Nou ja, er is haast geen midden. Ik gok daar, maar er is niet echt een midden. Dat is wel jammer. Er is weer twee keer gekotst. Dat betekent dat de reddingsbrigade wordt ingehuurd extra. Ik wil geen kot zien. En we maken nog wat leuks. Namelijk dit. Dat is al... Ik weet niet of bezoekers dat echt heel leuk vinden. Maar... Af en toe van die springfonteintjes... Dat zullen mensen best wel waarderen. Met ook een bankje op het hoekje. Zo. Hoppakee. Nou, dat ziet er wel gezellig uit. Ja, dan kunnen we nog meer gaan bouwen. Ik ga het spel even opslaan, want ik heb weer best wel redelijk wat gedaan. Ik wil nog wat natuuromgeving doen bij deze rit in een karretje. Ik moet trouwens eerst even de zijkantjes fixen van dit gebouw. Gefixt. Het gaat zo snel. Ik wil wat bloemetjes. Hele leuke bloemetjes, een beetje verspreiden zo. En dan wil ik ook een beetje een afgezet stuk. Zo. En je mag niet kijken via de ingang naar de attractie, dus ik zet het ook af met een heg. En een heel rit in een karretje staat vol, mensen. Het is een succes. Ik had het gezegd, dit vinden mensen heerlijk. Ik maak hem 2,50. Het is jammer dat er maar één persoon in een karretje gaat, want ik dacht dat als je een autootje neemt, dat er dan twee mensen naast elkaar kunnen zitten. Maar dat maakt niet uit, het gaat lekker door. Het schiet op zich wel, het gaat wel aardig. Ja, het gaat wel aardig. Ik wil nog wat omgeving doen, wat boompjes hier. En ik wil nog wat struikjes zo. Dat je echt dan door een bloemenveldje komt en denk van wauw, ik vind dat trouwens wat ik nu pak, dat is de Bush. Het heet gewoon Bush, president. En dat vind ik het mooiste struikje wat er is. Ik gebruik die heel vaak samen met deze. En die heet ze de Shrap. Dus we hebben de Bush en de Shrap. Vergeet die namen niet. Heel belangrijk. Ik plaats wat fonteintjes hier tussendoor. Kunnen de mensen daar naar kijken. En hier nog een fonteintje. Zo, het is een beetje aangekleed op deze manier. Hè? Ik plaats een hekje, zodat je weet van wat is afgezet. Wat hoort bij de attractie. Zo. Ik plaats gewoon even snel hoor. Het is niet zo van dat ik helemaal gaat een millimeter van. Nou, daar moet een hekje of daar. Ik klik gewoon random wat. Als er maar een vorm in komt, een shape. Zo, dit ziet er wel aardig uit, vind ik. Toch? Ja, ik hoop dat jullie het ook een beetje aardig vinden. Zo niet, dan toch, hè? Zo. Nou, dan gaan we een paar boompjes plaatsen. En de boompjes, jullie weten welke ik mooi vind als jullie de vorige aflevering hebben opgelet. Deze boompjes zijn wel echt het mooiste. Daarom verwijder ik die lelijke dennenboompjes. Dat zijn echt, die horen totaal niet bij deze attractie, dat weet ik. Nou, dit ziet er toch veel frisser uit. En deze vind ik trouwens ook heel leuk. Ik vind het een hele leuke rit hier. Ik zou echt, wat ik ook nog niet mag vergeten, dat is echt een heel klein detail. Ik weet niet of het hierbij zit. Dat is deze, de boelrusjes. En die zet ik altijd bij het riviertje. En je zou ook een beetje het land kunnen veranderen door een beetje zandkleurig te doen aan de zijkant. Maar dat is echt detailbouw weer een beetje. Hè? Dat, weet je wat ik ook leuk vind? Dat is dat ze eventjes... Kijk, hier zie je natuurlijk zo'n tunneltje. Waarom gaan ze er niet onderdoor? Dat is ook hartstikke leuk, toch? Voor die kinderen. Zo. Nou, dat ziet er leuk uit. Gezellig. Ik vind dit hartstikke leuk. Een tonnetje zet ik er ook neer zo. Een paar tonnetjes. En zo heeft de attractie toch nog heel veel geld gekost. Door de thematisatie. Dus het is eigenlijk wat je er zelf van brengt. Ik sla hem nog een keer op. Het is juli. We hebben augustus, september. We hebben nog 2 maanden. We zitten altijd in de 422 bezoekers. Het gaat lekker. Het ziet er leuk uit, het park. Ja, ik plaats hier nog wat natuur.
Gewoon wat grote van die bloembakken plaats ik gelijk. Dan moet ik wel de goede plaatsen. Zo. En wat roze hier tussen. En misschien kan ik hier wel nog een fonteintje plaatsen. Kan geen kwaad, denk ik. En let op. Huppakee. En daaromheen, om het nog mooier te maken, wil ik dan een klein hekje plaatsen. Zo heel, dat het net afgezet is van, daar mag je niet komen als bezoeker, weet je wel. De bezoekers gaan toch niet van de paden af. Maar ik merk dat het park een beetje overvol raakt. En dat betekent dat het alleen maar positief is. De glijbaan. Kom op, ga glijden mensen. Wat is met de merry-go-round? 80 cent, wordt goedkoper. Ik wil dat er meer mensen in gaan. De twister maak ik wat duurder. 1,40. De achtbaan is ook nog steeds een keiharde baas. Ik denk dat ik een 4,20 maak. Spokers gaat ook lekker. Die maken we dan nog iets duurder. 1,60. Het schommelschip loopt ook lekker. Ik denk dat ik dat gewoon 2 euro laat. Ik ben ook de Scrooge niet. En deze gaat echt keihard, deze attractie. En ik denk ook een beetje omdat die net nieuw is. En mensen houden ervan. Net nieuwe attractie die plaats zullen goed bezocht worden. Dat kan ik je nou al meegeven. Ja, nog maar $700. Ik ben benieuwd, het gaat wel goed komen. Ik moet misschien dadelijk nog wat gaan huren. Maar dat zien we dan later wel. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video van Rollercoaster. Vond je een leuke video? Geef een groen duimpje. Vind je een mooi park? Hopelijk. Ik vind het heel tof eruit zien. Tot de volgende video. Adios!